Een man uit Nijmegen die in de nacht van zaterdag op zondag slachtoffer werd van een schietpartij, is ernstig gewond. Dat meldt de politie. Er zou ruzie zijn geweest tussen twee mannen in een uitgaansgelegenheid aan de grote straat in Nijmegen. De ruzie ging vervolgens buiten verder. Daarbij is een vuurwapengebruik, zo concludeert de politie op basis van onderzoek en het horen van getuigen. Het 28-jarige slachtoffer van de schietpartij is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is nog te zwaar gewond om te worden verhoord. De zaak is nog in onderzoek. De dader is spoorloos. De politie heeft nog naar hem gezocht met onder meer een speurhond, maar zonder resultaat. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.